Ik zie op het moment dat het een beetje gaat regenen dadelijk. Want ik zie daar al helemaal donkere wolken. Als je vergelijkt met daar zo, zit gewoon donker. Tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. En ik zit, ik zit te denken, hoeveel graden zou het zijn? Is het nou lekker om nog vest aan te doen? Of niet? Maar we gaan het even zo even zien. Ik ga het zo meteen even voelen. Ik zie wel, ik denk dat ik wel vestje aan mijn aantrek. Zo koud is het niet vandaag. En ja. Kan je eten geven? Die wil ook natuurlijk eten, dus ga ik dat even doen. Kan je eten geven? Dat is wel een keer gebeurd. Nu ga ik rogen daarna op doen, want ja, het heeft meer licht hier in huis. Kijk, let op. Let op. Hopskidee. Lekker weer licht in huis hier zo. Hoe lekker kan het dan hebben? Lekker. En lekker bakje blur maken. En dan ga ik het ook nu... Even lekker een bakje koffie zetten. En lekker wakker worden. Een muziekje luisteren van 538. Maar wat ik al terug wou, ik had het over de vest. Ik zat al in mijn bed al te denken. Onder de douche is het zo wel handig. En als ik nu kijk, niet. Want het begint te niezen. En ik kreeg die melding al dat het ging niezen. Dus, maar maak het uit. Maar wat ik wel vergeet is alleen een kopje. Dat is lekker slim. Dus. En ik weet dat deze kopjes die ik nu heb, die heb ik van Toos gekregen. Van Toos moeder. Maar van Toos gekregen. Dus het is heel raar. En ik was natuurlijk aan Arie geweest en Arie vroeg nog. Wat zou jij voor Toos willen hebben? Ik kan echt niet bedenken wat. Wat ik nu kan bedenken is denk ik kleed op tafel. Ik weet niet of hij het nog heeft, maar anders moet ik even wat anders verzinnen. Ik ga maar lekker de tweede bakje zetten. Wat ik eigenlijk ook kan vertellen is Marlijn, presentatrice van ons programma Net Even Anders, gaat vanaf zaterdag optreden ergens in Goessen, als ik het goed heb. En ja, het is super leuk voor haar dat ze weer mag optreden. En ik hoop dat het een leuke avond voor haar gaat worden. Het is wel gegund natuurlijk. En alleen jammer, ik heb het bericht gehad, ze vinden alleen jammer dat er veel van maatregelingen aan zit. Dat kan ik heus wel begrijpen. Ik denk dat iedereen wel ermee zit met die maatregelen. Laat hij weten in de reactie of je er ook mee zit. En wat denk laat hij weten in de reactie of jullie iets aan doen dit moment. Door deze afstand, dat jullie afstand houden of niet. Noem maar wat. Ik denk dat sommigen ook wel niet houden en sommigen weer wel. Dit is gewoon nu een mix aan het worden. Helft van de mensen zeggen ja en de andere helft zegt voor me nee. De helft van Nederland zegt ja en de helft van Nederland nee. Dan ben ik dat, ja, ik weet niet hoe jullie naartoe kijken. Maar voor nogmaals even terug naar Marlijn toe te gaan, een gesprek. Ga ik even zeker de telefoon bijpakken. Marlijn geeft 4 juli optreden. Ga ik even gelijk kijken. Op haar Instagram. Even kijken hoor. Moet ik eerst even nieuwe koffiepessen ingooien. Voordat ik het verkeerd heb. En al volg je Marlijn niet. Staat ook in haar bio van haar Instagram. Zaterdag 4 juli optreden in Goessen. Kaarten in de bio staat erbij. Superleuk voor haar dat ze kan treden in ieder geval. En alles goed hè? Ik had een bericht achterhouden, ze had niet op terug en daar niet op geantwoord. Want superleuk en ik had toen gereageerd in haar Instagram. Van
Superleuk dat je weer een optreden neemt aan dat je gemist hebt. Ze hebben niet gemist, zei ze tegen mij. Maar het is lastig om een grote groep uit te nodigen omdat er dan veel verzorgmaatregelen getroffen moeten worden. En dat begrijp ik. En toen heb ik ook dat achtergelaten, dat snap ik. Dus, maar ja, het is niet anders. Voor haar niet leuk in ieder geval, denk ik, neem ik aan. En kan ik wel begrijpen. Maar ja, het is niet anders. En nu lekker het tweede bakje koffie. En ja, dan gaan we lekker even een bakje koffie drinken. Maar laat even weten in de reactie nogmaals wat jullie over deze situatie denken. Want ik weet wel, en wil ik het team net even anders, willen we eigenlijk een reunie verzorgen. En wat we ook willen, lijkt me leuk, dat twee mensen van de productie die samen met een programma meegemaakt hebben, is dus met Fleur en Pamela eten ze, voor de mensen die het niet weten, eigenlijk reunie te organiseren. En dat was de eerste ontmoeting met elkaar, was 19 augustus. Maar 19 augustus valt door de weeks. Dus, dat hebben we bedacht met het hele team net even anders, om dat op 22 augustus te doen. Waarom? Zitten we in het weekend, dus weten jullie dat ook. En dan gaan we met z'n allen even wat leuks doen. Zoals jullie al hebben gehoord, wat we willen doen is natuurlijk bowlen, uiteten, strandwandeling misschien, danktoren, lasergamen, minigolf, karaoke. En ook keer met het hele team net even anders in Gouda naar Rijnacht vieren en Koningsdag vieren. Maar dat duurt nog een tijdje, dat is ook vorig jaar pas. Nou ja, dat komt wel goed. En dan in ieder geval bowlen, uiteten, strand, Amsterdamtoren, lasergamen, minigolf en karaoke. Karaoke lijkt sowieso leuk, als idee van Sanne. Lasergamen was van mijn idee. Ik weet niet meer van wie minigolf was. Iemand kwam ook met bowlen en uit eten kwam voor ons allemaal. Ik heb na zitten denken, maar ik ga lekker gewoon een vestje naar mijn werk toe. Dus even... Ik heb natuurlijk alles verplaatst, een beetje even ruimte gemaakt in mijn kast. Dus... maar de vest heb ik nou boven neergelegd. Vandaar dat ik dacht, Maar dan ga je een lekker vestje aan doen. Want ik denk dat met korte mouwen nog een beetje te koud is. Dus. Maar wat ik eigenlijk ook kan zeggen is... ik ga binnenkort iets met mijn baard doen. Wat ga ik niet zeggen? Ga ik het bijwerken of niet? Wie weet. Misschien ook niet, misschien ook wel. Maar dat ga ik binnenkort wel laten zien in ieder geval. Dus weten jullie dat ook. En ik ga nog een laatste bakje drinken. En dan klaarmaken en naar werk toe te gaan. En wat ik ook wel kan ook over van hebben. Ik weet niet of we, denken jullie alvast wel allemaal weten. Dat Arjan Robben na een jaar tijd weer gaat voetballen en niet. En dan zeker natuurlijk bij FC Groningen. Laat even weten in de reactie, hadden jullie dat verwacht, ja of nee? En, wat denken jullie, gaat hij het niveau van bij Nederlands elftal halen? Als ik mijn mening mocht geven, ik denk dat hij dit niveau bij Nederlands elftal wel gehad heeft. Hij is over zijn niveau heen, hij is 36 natuurlijk. En, ik zit aan mijn vest, handig. Ja, ik denk dat jullie dat ook wel mee eens zijn. Vermoed ik. Maar ik denk het niveau, wat ik al zei, niet halen. Laat even weten wat jullie overdenken. Had jij dezelfde stap gezet als Arjan Robben, als je in Arjan Robben verhaal stond? Ik weet niet. Ik zou denk ook wel gedaan hebben wat hij had gedaan. Voor de club zijnde zou ik dat ook wel gedaan hebben. Ik zie op het moment dat het een beetje gaat regenen dadelijk.
want ik zie daar al helemaal donkere wolken. Als je vergelijkt met daar zo, zit er gewoon donkere wolken licht, die zitten hierboven. Oh, ik hoop dat ik wel toch even te hoog thuis kom. Want ik zag, toen ik net uit mijn werk kwam, zag ik al dat het pad een beetje donker werd. En dacht ik ga even kijken of het al aan het regenen is. En ik zat zo te kijken, ach gelukkig, het is nog niet aan het regenen, maar ik hoop dat ik gewoon, tot ik thuis ben, ik ben al bijna thuis, maar dat ik dan al droog ben. In ieder geval, ik vind, laten we zo zeggen, regen gaat pas regenen als ik binnen ben, oké? Duidelijk. Ik hoop dat het naar mijn geluisterd heeft, maar we gaan het zien. Gelukkig ben ik droog aangekomen en ik heb net lekker met groen meegegeten. Was boontje met worstje erbij. En het was super lekker. Ik heb ervan genoten van die eten. En ik was zo slim geweest. Een paar dingen kan ik over vertellen. Ik ben zo slim geweest om om mijn ingang story wat fouten gedaan. En dat is dit. Zoals jullie zien staat er 11 maanden. Wauw. Slim bezig, Sander. Weet ik. Ik heb even daar niet op zitten letten. Mijn vriendin lachte me eruit. Die belde me erover. Ja. Dat was een hele domme fout. Maar ja, wat ik ook kan zeggen is, dat zien jullie nu in beeld, zien jullie allemaal vakjes. Dat is nu het speelschema van de Eredivisie dat bekendgemaakt is. Zal gisteren voorbij komen bij Sander op in Facebook. Ik dacht, weet je, dat is leuk om te melden. Ik dacht, misschien leuk voor de voetballiefhebbers. Dan weten jullie ongeveer ook hoe het schema eruit ziet. Ik vind het een hele goede schema. Laat even weten in de reactie wat jullie van deze schema vinden. Ik vind het een ongelooflijk goede schema. Dus... Maar ja, ik ga dan nu ook klaarmaken om lekker te relaxen. Genieten van het nieuwe weer. Ineens schijnt lekker heerlijk de zon. En wat ik ook heb gehad is vandaag net even op een klein moment. Dat was super, ja, kort en krachtig eigenlijk. Ja, ik vind het er goed uitzien. Nou, ik vind het ook. Ik vind het er ook helemaal goed uitzien. Alleen enige soort dat gedaan moet worden is deze zak. Maar dat kan ik pas donderdag, dus ik moet een paar dagen wachten. Dus... Dan kan ik pas naar beneden brengen, want elke vrijdag wordt het dat gedaan in plaats van maandag. Meestal was dat op maandag, maar nou vrijdag. Heel apart, waarom? Weet ik ook niet. Dus stel die vraag niet aan mij. Jullie zien me nog wel met licht door de laptop, maar als je zo kijkt is het best wel donker aan het worden. En ik dacht, dit is een momentje dat ik even het licht maar aan ga zetten. Bam, hoppakee. Dus die staat aan. En dan lekker YouTube gekeken hebben. Ga ik ook nu maar even wasje aanzetten. Moet ook al alles gebeuren. Dus wat doe ik dan heel vaak? Ik kijk altijd naar deze streepjes. Kan ik wel zeggen. En dan vul ik het. Nou, laten we zeggen, ik weet niet of jullie kunnen zien zo. De eerste streepje, dus deze. Onder mijn pink. Die streepje. Want het ligt eraan aan de was, hoeveel de was is, maar altijd met de lakens vul ik altijd die streepje. Altijd gewoon. Altijd doe ik dat. Dus dan ga ik dat nu ook doen. Zo. Dat is 1. Gaat die balletje erin. Ga ik hem erin zetten. Hoppakee. Dan leg ik altijd een plekje neer wat die wel blijft liggen. Deurtje dicht. En dan... Deze bakje heb je op heel verschillende bakjes. En ik gooi altijd deze. Maar die maakt voor me helemaal niet uit welk bakje. Als je goed hebt, laat even weten als het wel zo is. Je kan deze bakje gooien, je kan deze bakje gooien en je kan die bakje gooien. En ik doe dat sinds altijd deze. Dus wat pak ik dan? Pak er deze, wasverzachter. Maar je kan al heel verschillende manieren doen. Je hebt ook de bladjes natuurlijk. Voor mij is het hetzelfde als dit, de bladjes, of dit. Een van die twee. Laat het even weten in de reactie. En dan ga ik dat vullen altijd op het dopje. Doe ik in deze bakje. Zo, dan gaat hij. Hoppakee. En dan is het klaar. Het enige wat ik moet doen is dan aanzetten. En ik doe het dan altijd snelle was. Altijd. 30 graden. En dan aan. Klaar. Simpel is dat. Ik begin een beetje in te kakken, dus wat ik ga niet doen. Lekker rolgordijnen naar beneden doen. Dat doe ik gewoon heel vaak eigenlijk. Weet je? We gaan even zo doen. Knippen en vingers in 3, 2, 1. Is die rolgordijnen naar beneden. 1, 2, 3. Bom!
Hoppakee, die is naar beneden. Heerlijk is dat. En dan ga ik nu weer klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Morgen weer een dag natuurlijk. En morgen, ja, gaan we zien hoe het dan allemaal beleeft. Ik heb er, ja, ik had zin in. Zin in. Maar ja, morgen moet ik ook boodschapjes doen voor boven en voor mezelf. En ik moet altijd, elke keer als ik al van tevoren te denken, al maandag, dus vandaag, vandaag, zit ik al te bedenken, wat zou ik gaan eten? En dan ben ik gewoon, elke keer ben ik radeloos. Maar, op het moment dat het al zelf is, bam, weet ik wat ik wil eten. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, ik heb in ieder geval wel. Dus, maar ja, zo ben ik misschien, zo zit ik gewoon in elkaar. Dus voordat ik eigenlijk ook gelijk dan nu wil zeggen, is dat ik lekker vlog ga afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd, zou super tof zijn als je beneden abonneert. En tof reactie beneden achterlaat. Dan zeg ik vast veel kijkje, gewoon heel vlog, om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters. Wat ik eigenlijk elke zondag doe, is gewoon even een lekker rustmomentje. En dat heb ik gewoon even vandaag lekker gepakt. Maar ik heb even laten eten opgezet. Want het is nu al 1:09 bijna. En we eten is nu net even een passie overgedaan.